Stel uzelf voor in exact 30 seconden. Goeiedag, ik ben Matthijs van Miert. Ik ben 25 jaar en ik werk in een bank. Ik sta op de 21ste plaats van de Vlaamse lijst voor groen in provincie Antwerpen. Het is de eerste keer dat ik opkom. Ik woon zelf ook in Antwerpen stad, in mijn appartement. En ik heb daar trouwens ook onlangs meegedaan aan de 10 miles voor de eerste keer. En het is gelukt, dus ik ben er best wel fier op. Voor de rest ben ik ook de voorzitter van Jong Groen. Dus ik ben heel blij om te kunnen tonen dat de jeugd klaar staat om Vlaanderen menselijker, eerlijker en gezonder te maken. Waarom stapt u in de politieke strijd? Wel, vooral omwille van de uitdagingen die er zijn en die wij pas kunnen doen door het zelf in handen te nemen. Dan denk ik aan het klimaat uiteraard. Ik denk ook aan het psychisch welzijn van jongeren. 2 op de 5 jongeren geeft aan dat ze zich echt slecht voelen. Zo slecht dat dat functioneren niet gewoon altijd lukt. Ik denk ook aan bijvoorbeeld het duurzaam ondernemen, ook zelfstandigen en KMO's. Dat we die kunnen ondersteunen. Ik denk aan zaken als de armoede in Vlaanderen die aangepakt moet worden. Ik wil streven naar een duurzame en rechtvaardige wereld. Een duurzaam en rechtvaardig Vlaanderen ook. En zowel op de korte als op de lange termijn. Welke quote heeft u gekozen? Ja, ik heb een quote uit een liedje. This is not the world we had in mind. Dat komt uit Different World van Alan Walker. Waarom ik dit koos is omdat als je vandaag als jongere naar de wereld kijkt, dan denk ik van, kijk, als kinderen, als jongeren, is dit, ja, dan hoopten wij niet op een wereld met milieuvervuiling. Dan hoopten wij niet op een Vlaanderen waar de kinderarmoede stijgt. Dan hoopten wij niet op een Vlaanderen waar 2 op 5 van de jongeren zich slecht in zijn vel voelt. Dan hoopten wij niet op een Vlaanderen waar het onderwijs achteruit gaat. Dan hoopten wij wel op een Vlaanderen, op een land, op een wereld waar we onszelf kunnen zijn, waar het milieu goed is, waar onze gezondheid goed is, waar armoede opgelost wordt, waar er lange termijn oplossingen zijn. En vandaar vind ik dat toch een inspirerende motivatie, het hele liedje ook gewoon, om er telkens weer voor te blijven gaan. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Ik ga misschien beginnen met Jacinda Ardern, de premier van Nieuw-Zeeland. Zij heeft heel mooi aangetoond hoe je na een aanslag die toch serieuze sporen in een land nalaat, hoe je verbindend kan optreden. Je kan kiezen om te gaan schelden, om te gaan roepen, om even snel te gaan zeggen en we gaan nu van alles doen, we gaan veel meer politie op straat, leger op straat en dergelijke. Wat uiteindelijk misschien niet zoveel inhoudt. Of je kan kiezen om te zeggen van kijk, wij mensen, we zijn er voor elkaar. Ik als jullie premier, ik ga daar de leiding op nemen. We zorgen voor elkaar. En iedere Nieuw-Zeelander, onafhankelijk van de achtergrond of van je identiteit of van wie je ook bent, je hoort hier thuis in vrede. Als jongere voorzitter heb ik het voordeel dat ik ook soms met Mehrem Almaty in gesprek kan. En we hebben eens een keer een brunch gehad. En ja, als zij dan vertelt over haar passie, haar gedrevenheid, de manier waarop zij in de politiek is gekomen, waarop zij elke dag het stomme politieke spel dat het ook soms is, probeert van zich af te zetten om echt te gaan voor waar ze in gelooft, de empathische manier waarop zij aan politiek doet, dat blijft mij toch echt inspireren. En iedere keer in een gesprek met haar kom ik echt buiten van super gemotiveerd. Wat zijn uw politieke interesses? Heel breed. Ik haal al een paar zaken aan, zoals klimaat, ook psychisch welzijn. Ik vind het bijvoorbeeld schandalig dat België het op nummer 1 staat van alle West-Europese landen naar zelfmoordcijfers. Het feit ook al dat zoveel jongeren zich slecht in hun vel voelen, dat 3 op de 5 van de jongeren aangeven van kijk, de verwachtingen, ik kan er niet aan voldoen. Het feit dat we in ook een steeds harder wordende maatschappij, of zeker ook naar het discours toe leven, dan denk ik van, kijk, dat psychisch welzijn, daar moeten we echt volop iets aan doen. Deels is dat federaal, naar het terugbetalen van de psycholoog, maar naar preventie toe kunnen we Vlaams ook echt veel doen. Er is veel kennis over hoe je je eigen mentale gezondheid kunt bewaren. We leren op school van, je moet een appel eten, je moet sporten, maar we leren niet hoe we voor onze eigen geest zorgen, hoe we met stress omgaan, hoe we met verdriet omgaan. Want ook heel veel jongeren maken in verschillende vormen van verdriet mee.
Dus daar is zoveel wetenschappelijk kennis over. Dus als we meer kunnen doen om dat in het onderwijs te brengen en om op die manier jongeren meer zelfzekerheid te geven en een beter psychisch welzijn, dan is dat iets waar ik volop voor wil gaan. Wat kan er anders en beter in de politiek? Veel. Maar ik denk ook... dit jaar ben ik ook meer echt zo in het politieke gekomen. Ik heb wat meer leren kennen. En wat mij toch wat tegenzit en soms ook gewoon doet twijfelen over de politiek een beetje, is dat het soms wat een reclamebureau is. Het is een spel, het gaat meer over hoe je de boodschap verpakt dan over de inhoud, dan over de oplossingen, zeker de lange termijn oplossingen. Want uiteindelijk, dat is wat de politiek moet doen, dat is waarom ik ook belastingen betaal. Om te zorgen dat die uitdagingen worden aangepakt. Armoede, klimaat, criminaliteit, dat zijn zaken die je enkel op de lange termijn kunt aanpakken. Je kunt niet zeggen van, ik ga even dat in 1, 2, 3 oplossen. Je moet keuzes maken die voorbij de volgende verkiezing gaan. Dus als ik één ding in de politiek zou kunnen veranderen, dan is het toch minder marketing, meer lange termijn. En ook als je dan kijkt naar deze campagne, hij is al vaak inhoudsloos genoemd. Er zijn verschillende thema's zo even komen bovendrijven. Maar wat ik vooral ga onthouden is de manier waarop ook hard is uitgehaald geweest, soms zelfs met leugens. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de manier waarop Christophe Calvo aangepakt is geweest, hoe er op hem gebasht is geweest, dan denk ik van, is dit echt de politiek die wij willen? Is dit het land dat wij willen zijn? Of willen wij kiezen voor hoe wij effectief de zaken, de uitdagingen, milieu, armoede, criminaliteit, die noem ik allemaal ook, hoe we het onderwijs beter maken. We kunnen kiezen om het daarover te hebben en daar echt iets aan te doen en dat te verbeteren. Elke partij gaat natuurlijk ook zeggen wat ze niet goed vinden en wel goed vinden van andere partijen. Daar is het verschil vooral op de man spelen of op de bal spelen. En dat je dat 10% van de tijd het is hebt over andere partijen, ja, oké, dat is oké. Maar je moet geloven in je eigen kracht, uitgaan van je eigen inhoud. En je kunt heel hard gaan kappen op andere partijen, maar als je geen inhoud hebt, ja, waar moet iemand dan voor kiezen? Doet iedere partij het een beetje? Ik denk het wel, maar de een doet het veel meer dan als ze het over hun eigen inhoud hebben en de ander zet toch de inhoud centraal. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb een kaartje van de lijn. Dat kost nu 16 euro. Ik weet nog, 5 jaar geleden, ik was toen student, dan betaalde ik er 8 euro voor 10 ritten. En op 5 jaar tijd is dat gewoon verdubbeld in prijs. En dat is toch wel symbolisch voor de keuzes dat gemaakt worden op het vlak van mobiliteit. Het openbaar vervoer is een duurzame keuze en toch is het gebruik daarvan de afgelopen 5 jaar gedaald en is het gebruik van de auto's gestegen. De files zijn ook weer toegenomen. En dat snap ik niet. Als ik dan bijvoorbeeld kijk naar mezelf, vorig jaar begon ik te werken. Ik kreeg 2 contracten voorgeschoteld. Ik moest er 1 kiezen. Oftewel met openbaar vervoer, oftewel met de salariswagen. Nu, ik woon in het centrum van Antwerpen, ik werk in het centrum van Brussel. Dat openbaar vervoer zou logischer zijn. Ik heb een goede treinverbinding. Maar toch is het financieel voordeliger om voor die salariswagen te gaan. Omdat je zit daar eens met dat belastingsvoordeel. Plus ook gewoon, dan kun je in het weekend overal op kosten van het werk naartoe rijden, terwijl ik nu wel een GoPass moet kopen om naar Oostende te gaan. En dat vind ik gewoon niet kloppen, dat vind ik niet kunnen. Ik word door de overheid afgestraft omdat ik de duurzame keuze maak. En dat in tijden waar we ons moeten inzetten voor ons klimaat, dat snap ik gewoon niet. Dus daarom moeten we echt de keuze maken om volop in te zetten op openbaar vervoer, dat terug betaalbaarder te maken en die belastingsvoordelen voor salariswagens af te schaffen en gewoon volop te gaan voor duurzame mobiliteit.